Wat gebeurt daar? We zijn aangekomen bij de laatste prijs en dat is de publieksprijs. Jij mag de winnaar gaan bekendmaken. Het is voor het eerst dat wij hier een publieksprijs in hebben gezet. En wat is natuurlijk ook leuk om gewoon de publiek wat meer de films hier die in Groningen worden gemaakt beter te leren kennen. En er is ook wel best wel veel gestemd voor een eerste keer. Dat is ongeveer rond de 700 stemmen zijn er geweest. Kijk, in totaal. Dus ik denk dat dat wel een goed teken is. Volgende editie doen we gewoon nog een keer. Ja, we gaan volgens mij gewoon de volgende keer gewoon dat weer doen. En dan hopen we dat we net zoveel stemmen krijgen. Misschien wel meer. Hou de genomineerden niet langer in spanning. Dat is John Kroeze met de fantastische vliegwedstrijd. De armen gaan al in de lucht bij John. Gefeliciteerd. Ga je staan. John. Ja. Met de hele familie naar Camera 3 Deluxe? Ja, wat dacht je dan? We gaan een flink feest houden, wat denk je? Niet dan. Heel goed. Heb jij een flinke campagne opgezet om de stemmers binnen te krijgen? Ja, we hadden nog wat netwerken aangesproken, dus ja. Nee, maar zeker ook verdiend, John. Nou, dankjewel. Nou ja, verdiend. Ik heb het niet alleen gemaakt natuurlijk. Hè. De grote aanstichter is een Groninger auteur die een prachtig prentenboek gemaakt heeft. Dat is Tjibbe Veldkamp en die zit achter in de zaal. Tjibbe, steek de hand even omhoog. Tjibbe zit achter in de zaal. Applaus voor Tjibbe. Zonder hem was die film er niet geweest. Dat heeft gewoon een hartstikke leuk idee en dat heeft een heel team van mensen in elkaar weten te zetten. En het Beren Slim project, ook een Gronings project, die heeft het voor elkaar gekregen om hem te produceren. Nou, ik hoor, de zaal zit vol straks bij jullie film. John, gefeliciteerd. Ga lekker zitten. Oké. Okay.